Anderlecht, zijn laatste 5 uitmatchen, 0 op 15. Gaat het wel lukken op de Bosuil? Als je één wedstrijd nu moet uitkiezen die heel moeilijk zou zijn voor Anderlecht, dan is het wel deze uitwedstrijd. Misschien wel de moeilijkste uitwedstrijd op dit moment. De statistieken zijn tegen, maar niet alleen de statistieken, de stijl ook van beide ploegen. Want Anderlecht moet komen. Anderlecht moet punten gaan pakken. Fred Rutte, 4 op 12, ondanks de moeilijke omstandigheden. Maar goed, dat is een slappe start. Hè? Ja, hij heeft een paar dingen aangepast met Bolasie, waarvan je ziet dat hij wel kwaliteit heeft, snelheid. Maar je ziet dat hij ritme mist, dat hij conditioneel nog niet top is. En dan heb je Zulje, die eigenlijk met veel show is binnengehaald. Ging het even komen doen in België. Je bent er mee. Ja, want hij is gekomen en hij zegt, ik zie dingen dat andere spelers niet zien. Maar je ziet ook dat hij enorm veel moeilijkheden heeft met het ritme op dit moment. Het is inderdaad niet genoeg, maar ik zou niet zeggen dat het zijn schuld is. Kijk gewoon, ze hebben Trebel niet. En Trebel is zo belangrijk voor deze ploeg. Santini en Di Matta scoren niet meer zo vlot als een paar maanden geleden. Ook een groot probleem. En Didion, ik zeg niet dat hij in de fout gaat of zo, maar hij is niet zo beslissend als een paar maanden geleden. Dus die drie elementen maken dat je daar Rutten of een ander kan zetten en dat het niet zal veranderen. Wat ik wel opvallend vind, er wordt gehamerd op de nul houden. Dat zit niet in de DNA van de club. Dus Anderlecht moet iets tonen, Anderlecht moet aanvallen, moet denken aan één doelpunt meer te maken en niet aan geen doelpunt te pakken. En de spelers die ze hebben binnengehaald, Bolasie denk ik niet dat de spelers die ze op dit moment echt nodig hadden. Ik denk dat ze eerder een nummer 10 nodig hadden. En die Zulje lijkt mij ook niet echt een nummer 10. Hij infiltreert wel, gaat wel diep, maar heeft echt niet de snelheid om het af te maken. Ik denk dat de eerdere spelers die iets lager moeten spelen. Eigenlijk is hij een type Kums. Halen ze play-off 1, denk jij, Janik? Ik denk van wel. Ik denk dat Anderlecht dat terecht maakt, sowieso. Maar moeilijk zou het zeker blijven tot het einde, ja. Ik vrees dat ze het niet zullen halen. Ik denk dat Gent gewoon een betere ploeg heeft. En ik denk dat Gent de zesde zal zijn of misschien ook de vijfde. Oké, jongens, pronostiek voor die moeilijke match van Anderlecht op de Bosuil. Ik ben van Antwerpen, dus ik mag eerst beslissen. Nee, ik verwacht een kleine overwinning voor Antwerpen. Ik verwacht een 1-0 overwinning. Ik ging dat ook zeggen, dus ik ga maar zeggen 2-0.